Wat exemplarisch is voor hem, is de uitspraak: ik doe alleen maar dingen die ik leuk vind. Ik heb hem voorgedragen omdat ik vind dat aan het eind van een carrière hij heel veel heeft gebracht voor niet alleen onze hogeschool, maar ook voor SURF, de hele organisatie. En dat hij daar eigenlijk wel een beloning voor verdient. Hij houdt ervan om dingen te doen. En vooral mensen te helpen daarin. En dat doet hij met groot enthousiasme. Hij heeft een zeer open blik. Is altijd in voor veranderingen. En daar kan hij ook mensen heel erg in meenemen. Wij zijn gestart met Office 365 binnen de hogeschool. Daarnaast zijn er nog andere pakketten die andere opleidingen specifiek voor hun eigen opleiding moeten gebruiken. En Nico die heeft daar een visie voor neergelegd van hoe daarmee om te gaan. Dus dat heel, heel specifiek. En dat geeft heel veel vrijheid als opleiding of als faculteit. Maar daarnaast biedt het ook wel kaders waarin we kunnen werken. Informatiemanagement is een beetje een abstract begrip. Dus je werkt vooral achter de schermen. Het heeft geresulteerd in een aantal producten die mensen wel zien. Er is een nieuwe portal gekomen, er zijn nieuwe onderwijsgroepen. We hebben de leeromgeving echt aangepakt. Maar wat voor mij heel interessant is, is dat we ook de informatie beter op orde hebben gekregen en dat ook in de toekomst goed op orde kunnen houden. De vraag was bijvoorbeeld bij de opleiding verpleegkunde, die een heel goed nieuw curriculum aan het bedenken waren van: ja, wij willen een virtuele stad waar je met een HoloLens doorheen kan lopen en allerlei mensen ontmoet. Ja, dat is hartstikke een mooi idee, maar ja, dat is niet te realiseren. Nou, en dat hebben wij in ieder geval geconcretiseerd in een SharePoint-omgeving die nu de Digitale Wijk heet en waar studenten op een heel duidelijke manier hun onderwijs aangeboden krijgen. De hogeschool heeft echt wel stappen gezet in het optimaliseren van een leeromgeving die alle verschillende beroepsdomeinen waar we voor opleiden kan faciliteren. Ik ben nu een maand met vervroegd pensioen en dat betekent dus afscheid nemen. Wat ik zeker hoop is dus dat de informatielaag die nu gemaakt wordt, het zogenaamde information framework, die gaat ervoor zorgen dat we verder kunnen met integreren en met personaliseren en die leeromgeving steeds meer kunnen toesnijden op wat een docent en een student werkelijk gebruiken.